Natuurlijk op de manege in Bakkerveen, ja. En dan, daarom ga ik even, zeg maar, even communiceren met de paarden. Met de ponies. Zijn dit ponies of paarden? Wat is het verschil tussen een pony en een paard? De paard is een stuk groter. Heel veel groter. Oké, hoe heet deze pony? Weet je, Kioma? Quinoa? 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 Ik weet niet of ze mij lief vindt. Denk je dat hij mij lief vindt, Sophie? Ja. Dus Quinoa. En wat is dit voor paard? Wat is dit voor paard? Wat voor paard is dit? Sorry. Sorry? Heet hij Sorry? Ja. Nou, dan past hij precies bij jou, maatje. Sorry. Jij zegt ook altijd sorry. Sorry. Hey, sorry. Nou. Oh, je moet even aangezien, want anders vindt hij niet zo prettig. Oh, hij vindt het niet zo prettig om wat? Aangesingeld. Aangesingeld. Wat is dat, aansingelen, mevrouw? Het zadel vastmaken. Het zadel vastmaken, dat is aansingelen. Oké. En wat is dit voor pony? Oh, die kijkt wel een beetje zielig. Hebt hij een beetje zielig oog? Oh, hij heeft geen oog. Kan hij nog wel kijken dan? Met die andere oog. Hoe heet hij? Weet je hoe die heet? Punky. Punky. Hey, Punky. Punky. Zeg ik het nou wel goed? Ja, hij zegt het. Punky. Dit is Punky. Hey, Punky. Punky. Ik heb nog niet echt contact met de paarden. Maar dat komt nog wel. Zie, we gaan even naar dit paard. Oh, dit is een wit paard. Hallo paard. Hoe heet dit paard? Amber. Amber? Amber die heeft er zin in. Amber komt dichterbij. Hallo Amber. Zal ik je even aaien, Amber? Zo. Vind je Amber mooi? Vind je eng? Dit is Amber. Nou, we zijn dus bij de paardenmanege in Bakkerveen. Ja, bij de bosmanege. En ze lopen hier allemaal gezellig. Al een beetje in de bak te slinteren. Er zijn vele, heel vele dames natuurlijk, hè. Want dames houden van paarden, hè, Amber? Ja, inderdaad.